Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom in een nieuwe video van Roblox. Vandaag spelen we het spel Farming and Friends. Deze game is al best wel een tijdje uit. Volgens mij echt al een jaar of anderhalf jaar, I don't know. Maar deze game is dus blijkbaar heel erg ziek. Je kan echt een mega farm creëren met allemaal verschillende combines. Gewoon met traggers. Nu hebben we een nieuwe. Ik heb roze. Yes! Oké, dan draaien we zo. Kijk, dit is gewoon exact Farming Simulator, maar dan in Roblox. Volgens mij is het ook gratis. Oké, zo. Dit gaat wel veel sneller dan in Farming Simulator. Dat moet ik wel zeggen. Oké, dan draaien we om. Zo, oh, maar die turning radius. Oh, dat geeft me echt Farming Simulator flashbacks. Dat is altijd zo irritant met deze dingen. Ik ben ook echt de naam van dit ding vergeten. Kijk, dat krijg je als je er even geen Farming Simulator meer speelt. Even je niet meer verdiept in de boeren. Dikke shout naar alle boeren die kijken. Wat moet ik nu doen? Komt er nog uitleg? Oh ja, dit moeten we natuurlijk gaan vervoeren. Maar laten we eerst eventjes de rest gaan voorbereiden. Daarna gaan we dit verkopen. Ja, oh, ik miste iets, of niet? Dat weet ik niet. Oké, mag ik een uitleg, alstublieft? Want ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik roze tools heb. Dat is wel echt de shit. Oké, zo. Nee, kom op. Yes, thank you very much. Oké, hier moeten we wel even een soort van afstand nemen van de akker. En dan gaan we ploegen. Dit is echt sick. Deze game heeft echt meer attention nodig. Want dit is best wel een vette game. Kijk joh. Dit is echt tof. Oké, oh pas op. Oh, ik weet de hele volgorde niet meer. Wat ik nog van Farming Simulator weet, is dat je ploegt. En dan zaadjes. Wat je daarna doet is, dan gooi je er shit overheen. Daarna doe je er allemaal wit spul overheen. En dan harvest het volgens mij. Oké, maar we hebben het nu gedaan. Kunnen we nu al meteen planten? Of moeten we eerst dat ene apparaat gebruiken? Maar moet je dan eerst dat apparaat gebruiken en daarna ploegen? Ik denk dat je dan eerst dat apparaat moet gebruiken en daarna ploegen. Aangezien als ik nu... Oh, maar we hebben ook helemaal geen zaadjes. Laten we dat eerst maar even gaan ophalen. Want volgens mij moet je dat ophalen, hoor. Even kijken op de borden. Ja, hier, farm inco. Vehicle store. Ik wist niet eens dat je nieuwe dingen kon... Dat is zo ziek. Laten we even parkeren. Oké. Stappen uit. Oh ja, ja, dit weet ik nog. Kijk, dit zijn alle crops die we kunnen kopen. Ik koop denk ik maar wheat. Oh nee, je moet het eerst erop zetten volgens mij. Zo. Ja, en dan moet je zo. One box of wheat. Oh. Doei meneer. Ik heb het gestolen. Oh, tease hem ook gewoon even, hè. Dat ik een seconde naar buiten kan lopen. Oké, dan moeten we eerst even ons wheat gaan verkopen. Daarna kunnen we nieuwe wheat seeds kopen. Dan pakken we deze... Ja, dan pakken we deze trailer. Ik pleur gewoon overal alles neer. Net zoals in Farming Simulator. Oké, dan pakken we deze. En dan moeten we hem... Oh, maar dit is even heel onhandig. Ik zet hem gewoon even zo. Zodat ik het even kan inladen. Want dan stap ik even hierin. En dan kunnen we deze goed. Maar, oh ja, hier, toggle pipe. Oké, dan zetten we deze hier neer. Spatie. Kijk, en dan hebben we gewoon onze trailer ingeladen. Ik weet niet eens of dat de volledige was. Laat het maar gaan verkopen. Waar kan dat? Dat kan denk ik... Ja, dat kan denk ik gewoon bij Farming komen. Want ik zie daar dingen staan. Yes, yes, yes. Daar kunnen we het indroppen. Here we go. Oké, een niche. Huh, maar waar is dan de control waar we het eruit kunnen halen? I don't know. Wat is dit ook? Oh, de sell value. Er zijn dus meerdere plekken. Oh ja, wheat, dat is nu niet heel geweldig. Oké, nou... We verkopen het maar 150. Oké, dan kunnen we ook meteen het gewoon hier in de trailer gaan leggen. Sowieso, we kunnen eigenlijk ook gewoon teruglopen. Oké, meneer, ik ben terug. Dit keer heb ik geld. Drop. Ik dacht even dat het mijn skin was. Kijk hoe perfect dat gaat met die benen. Ik dacht, wat is er met mijn poppetje gebeurd? Purchase one item. Dank u wel, meneer. Ik breng de doos eventjes weg. Ik doe de deur ook wel even dicht. En doen we zo. En dan zo. Oh, dat is ziek. Hoe mooi het er ook in gaat. Oh, ik vind deze roze theme. I'm digging it. Ik vind het cool. Dan gaan we hier weer even heen. En dan gaan we het dus in de cedar doen. Dus laten we zo. En dan gaan we eventjes achter plaats nemen. Zo. En dan pakken we dus de wheat box. En kunnen we die nu inladen? Ja, veel cedar. Ja, oké. We gaan het proberen. 3, 2, oh, even wachten. 2, 1... Waarschijnlijk moeten we eerst dat apparaat gaan gebruiken. Yup, oké. En daarna moet je ploegen. Come on! Heb ik helemaal voor niks geploegd. De vehicle controlling kan beter, maar ik snap wel dat het Roblox is. Ik snap dat het moeilijk is. Oké, moeten we hier... Nee, hier hoeven we geen dingen in te doen. Want je kan hier volgens mij niet spul verkopen. Oké, zo. En dan doen we hierna dan ploegen, denk ik. Ja, want zo ziet het er heel anders uit. Ja, dit moet je eerst doen. Sorry, ik ben dom. Oké, dat doen we zo. Zometeen gaan we denk ik wel even wat dingen kopen, zodat het wat sneller gaat. Want we zijn nu al 10 minuten bezig. En we hebben niet eens één oogst gedaan. Ja, we hebben de beginoogst gedaan. Oké, zo.
En dan kunnen we als het goed is dus nu de ploeg gebruiken. Ik wil heel even voor de zekerheid. Heel even voor de zekerheid. Wil ik echt eventjes de seeder proberen. Ja, oh, dat werkt gewoon. Oh, dan ploeg je eerst daarna cultiveet je net. Oké, zo. Nou, maar het werkt in ieder geval. Dit wordt een lekkere oogst. Hoppa, kijk, de seeder. Nee, de seeder is nog steeds vol. Ik zie hem niet naar beneden gaan. Of we hebben gewoon echt heel erg veel. Dat wordt ook gewoon niet gemeld, hè. Dat zou ik best wel willen weten. Ja, oké, wheat is ook niet heel duur. Met één oogst krijg je 150. Yes, kijk, het groeit ook nu al. Oké, dat is chill. Dat is heel erg chill. Oké, dan nog één rij. En dan kunnen we denk ik even gaan kijken naar de vehicles. Crop duster. Of je kan regen kopen om het sneller te laten gaan. Dat is op zich best wel geinig dat je een crop duster kan kopen. Laten we dit even hier droppen. Ja, kijk, hij wordt al wat leger. Ja, ik doe gewoon even dit. Ah, oh, dat kan weer niet. Tired of waiting. Nee, ik ben niet tired of waiting. Ik wil eventjes naar vehicles en komen. Want volgens mij, ik zag hier ook iets. Ja, hier in de winkel. Kijk, dit kan je kopen. Pick-up truck, unique animal en crop trailers. Large bulk trailer. Oh nee, we zijn er langs. No, wait for me. Stel, je hebt hier je boerderij, dat is lucky. We kunnen hier wel eventjes kijken. Nou, maar even eerlijk, hier moet ik meer video's voor maken. Dit ziet er zo tof uit. Hier heeft een heel boerderij met kippen. Sell harvest items. En waar zijn mijn vehicles? Oh, hier wel. Hier heb je ook gewoon een farming co. Dat is OP. Als je hier je boerderij hebt. Je boerderie. Oh, kijk, dit zijn alle tractoren. Of staan er ook meer hier? Hello, sir. Eerst moeten we sowieso meer seeds. Maar ik zou ook wel een veel snellere tracker willen. Oké, maar hoe duur? Oh, dit is allemaal wat duur. Ik kan wel voor Robux kopen. We kunnen wel deze kopen op zich. Are you sure? Ja, ik ben sure. Dan wil ik straks ook even geld voor nieuwe akkers kopen. Waar staan we? Oh my, see dit monster. Sorry dat ik het zeg hoor. Eeuw, kijk hoe dun die voorkant. Is dat gewoon met elke Roblox tractor of niet? Ja, oké, hij is iets sneller. Het is wel chill. En de turning radius is ook echt een heel stuk beter. Ik wil, oh ja, land. Oh, damn, son. Nu kunnen we dus, nee, je gaat dit niet menen. Nee. Ik racht dat ding even gewoon hier neer. Nee, je gaat me niet vertellen dat dit niet past. Oh, het zit aan die kant. Sorry, ik ben dom. Oké, we kunnen wel op zich nieuwe fields. Ja, oké. Dan hiervoor hoeven we niet in een tractor te zitten. Dus deze zetten we even hier neer. Laat maar eruit. Ik zit oprecht vast. Mensen, help, ik zit vast. Oké, als we dan zo doen. Zo, kijk, nu kunnen we het ziek hard uitbreiden. Oké, dus als we nu zo gaan doen. Kijk, dan hebben we nu echt een mega field. Ja hoor, en dan doen we zo. Oh, dit gaat zoveel kosten. Als we dit doen, en we dan helemaal naar het einde. Oké, dat is wel een beetje gaar daar. Dus dan doen we even zo. Maar kijk, dan hebben we nu zoveel meer grond. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik weet niet, ik vind nacht niet leuk in games. Ik probeer gewoon mijn boerenwerk te doen, oké? We doen zo. En dan zijn we klaar. Dan kunnen we dit opnieuw gaan seeden. Het ziet er een beetje unsatisfying uit. But bear with me here. So, oh my god, deze tractor is zo veel te groot voor deze ploeg. Kijk hoe oh, wat? Je kan ook deels ploegen. Je kan een klein... Oh nee, dat lag gewoon aan het licht. Laat maar. Zo, dan gaan we eventjes hierheen. Want ik ben niet heel goed gedraaid. Ik vind het ook zo slordig. Ik laat dat ding gewoon slepen en schrapen over de weg. Dat is quality crops. Oké, laten we hier eventjes hier naar rechts draaien. Gewoon geduld hebben. En geduld is nou net weer iets wat ik niet heb. Oké, dan moeten we deze rij nog even opnieuw doen. Als we zo doen... Oh, dan had ik even gehoopt dat we die net... Oh, maar kijk, je kan gewoon zo terugdraaien. Niet net zoals in farming. Dit is gewoon beter dan farming. Oké, ja, natuurlijk. Rij maar gewoon weer over je geploegde land heen. Dan kunnen we nu deze gaan oppakken. En dan kunnen we het dus nu gaan cultiveren. Oké, dan gaan we zo. Dan halen we het geploegde land weg. En zo, kijk, door de bomen. Zo. En dan kunnen we weer gaan planten. Oh, nee. Oh. Ja, maar dat is de equivalent van pain. Oké, dan gaan we zo. Zetten we zo het karretje ervoor. Oké, wat is iets wat we willen? Wat heeft nu high price? Laten we daar eerst even naar kijken. Dat lijkt me nog wel handig. Meneer, hoeveel is... Oh, dat is veel. Carrot seeds. En hebben we bamboo. Ik heb ook niet genoeg voor bamboo. Ik heb echt alleen maar voor corn seeds. Oké, dan pakken we... mag ik dan... Oh, niet één. Maar twee dozen. Two boxes. Ja, zeker meneer. Bedankt meneer. Dan pak ik ze even opbreng ze naar buiten. Please despawn niet. Zo. Kijk hoe netjes die ze ook neerlegt. Dat is toch satisfying. Nou, doei meneer.
Ik ga weer. Ik stap in mijn megatractor. Ik zit zo hoog en in zo'n grote cabine. Zie me daar gewoon zo in zitten. Nou, dan gaan we weer terug naar onze farm. Met de twee dozen met corn on the cob. Oké, dan pakken we eventjes één doos. Die doen we erin. Ja, kijk, het werkt. Yes, kijk. En hier komt al meteen het logotje. Rustig aan, joh. Het gaat nu al groeien, bro. Ik heb het net geplant. Die twee zijn bijna klaar. Check dit. Kijk deze corn. Hier kunnen we denk ik best wel wat mee verdienen. Maar ik weet niet eens of deze dit ding het allemaal kan opvullen. We hebben een kornplauw nodig. Nee. Dan kunnen we misschien wel verder gaan in de volgende video of zo. Oh, wat onhandig. Wat ben ik ook weer dom, kijkers. Wat ben ik ook weer dom. Selling something on your plot will give you 20% of its value. You can buy more feed. Laat die harvester maar zitten. De smash even die like als jullie deze video super aardig vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!